Hallo, Barry en Toon. Van harte gefeliciteerd met jullie 40ste huwelijksdag. Ook ik wil graag een boodschap kwijt. Corrie, ik vind jou heel bijzonder, maar ook jouw Toon vind ik heel bijzonder. Als Corrie is voor mij altijd mijn grote zus geweest. Die functie heeft ze altijd heel goed vervuld en nog steeds hecht ik grote waarde aan haar mening. Ik heb ook aan haar talent geloofd. Ik heb haar carrière voorspeld. Toen als Corrie haar eerste baantje kreeg als journaliste bij het buurtkrantje Midden-Brabant, heb ik voorspeld dat ze dan over een paar jaar zou schrijven bij de krant Het Eindhovens Dagblad. En ja, zo is het ook gekomen. Heel vroeger, meer dan 40 jaar geleden, toen als Corrie en Toon nog verkering hadden, mochten van ons mama alleen maar samen weg als de kleinere kinderen meenamen. Zodoende heb ik en ook een paar broers en zussen toch fijn extra uitstapjes kunnen maken. Bijvoorbeeld met z'n achten of negenen in Toon zijn oude Volkswagen naar de Efteling. Of zondagmiddag mee naar Toon thuis in de boskant. Of wandelingen naar de Leemskuilen en langs het kanaal. Ook met ons papa en mama in de zomer. Dan gingen we met 2 auto's, zodat zoveel mogelijk kinderen mee konden. Bijvoorbeeld naar de Ardennen. En ja, dat is toch heel bijzonder dat een verliefd stel zich zoveel moeite deed om samen te kunnen zijn. En dat na 40 jaar nog steeds zijn. En zo te zien, ook nog steeds verliefd. Corrie en Toon, ik wens jullie nog vele gelukkige jaren samen. Proficiat! Hey Corrie, waarom ik jou bijzonder vind. Je kan genieten van kleine dingen. Je laat je niet gauw uit het veld slaan. En wij vormen samen een perfect behangteam. Ik ben er trots op dat ik een zus van jou ben. Daar vatten we binnenkort weer een bakje koffie op. Proost. Hi Corrie. Lisette en Danielle hadden ons gevraagd om te zeggen waarom dat jij zo speciaal bent voor ons. Nou, dat is niet zo 1, 2, 3 uit te leggen. Daar zijn allerlei redenen voor. Toch denk ik dat ik het in 1 korte zin kan zeggen. Ons Corrie is bijzonder voor mij, omdat ze mijn grote zus is. Ik wens jullie een heel fijn feest samen en ik hoop dat je nog heel lang mijn grote zus mag zijn. Groetjes, Ellie. Hi Corrie en Toon. Ik probeer Nederlands te praten. Van harte gefeliciteerd. De 40ste huwelijksdag is een bijzondere dag. Ik wens jullie een heel fijn feest. Met familie en vrienden. De muziek die je op de achtergrond hoort, is mijn muziek. Voor jullie gespeeld. Jullie zijn bij ons altijd weer welkom. Houdoe! Hi Corrie. Wat ik zo leuk vind aan jou en zo bijzonder, is dat jij nog altijd zoveel energie steekt in alle zaken die je onderneemt. Zoals de krant en jouw eigen bedrijf. En dat je altijd gastvrij bent en altijd goed gehumeurd bent. Dat moet er ook nog bij. Dat was het. Corrie, ik vind het geweldig dat je altijd mijn zus hebt willen zijn. Ook nog mijn theetante. En ik denk dat je me nog bemoedigd hebt ook nog, want ik wil het u nog zeggen. Ons Josje. Corrie en Toon, van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijk. Wat vliegt de tijd. Ik kan me nog herinneren dat ik met Toon bij Olieslagers jullie bruidsboeket heb uitgezocht. Ik mocht kiezen uit 2 door Toon geselecteerde boeketten. Ik kan me ook herinneren dat ik vanuit de boskant met een Corrie's bloemfiets en een Corrie's regenjas aan bij Kaskus bij wezen doorgeven dat Corrie's trouwring een half maatje kleiner moest worden. Ze konden daar goed zien dat ik familie was van de bruid. Nogmaals van harte gefeliciteerd, ook namens Henny. Net als al mijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen, zijn Corrie en Toon voor mij speciale mensen. Wat hun extra plezierig maakt, is als je op een
dag, op een zaterdagmiddag, bij haar aankomt, laat ze de dweil vallen en Toon laat zijn trekveer vallen en er wordt koffie gezet. Gezellig. Dat maakt hun speciaal. Je bent in ieder geval altijd heel duidelijk aanwezig. Dat is iets heel opvallend. En vaak met je harde stem voer je ook nogal de boventoon. Je hebt hard gewerkt en je pensioen verdiend. Maar nu, vrije tijd, hoe moet je het invullen? Ik denk dat verschillende mensen in je omgeving dat wel weten. Je kinderen, je kleinkinderen vooral, zij weten wel hoe ze jou bezig moeten houden. Verder is het ook zo dat er nogal wat mensen zijn die een beroep op je doen. En dat is nooit te vergeefs. Je bent altijd heel hulpvaardig en er is zelden dat we een nee horen. Dus we kunnen waarschijnlijk nog wel bij je terecht. Toon, proficiat, ook met Corrie samen, veel gelukkige jaren. En vooral ook met je kinderen en je kleinkinderen. Ook namens Henriette en de hele familie. Vertel wat ik bijzonder aan je vind. Je bent niet kapot te krijgen. Zelfs als je een nacht niet geslapen hebt, zie je er nog uit alsof je de hele wereld aan kan. En je kan in ieder geval onze kinderen aan. Dat vind ik echt geweldig. En ik vind je slim. Ik vind je grappig. Ik vind je ontzettend goed lacht en toegankelijk. En ik heb me altijd welkom bij jullie gevoeld. Fantastisch. En mijn kinderen zijn helemaal gek van je. Toon, tegen jou wil ik ook wat zeggen. Het duurde even voordat ik je verstond, maar sinds ik je versta, weet ik één ding. Dat jij de klassieke ruwe bolster Blanke Pit bent. En ik denk dat zelfs als je niet meer kan lopen, dan kom je nog helpen bij onze verbouwing. En dat vind ik echt geweldig. En wat ik ook geweldig vind, is dat ik eigenlijk niet boos op jouw dochter mag worden. Zoveel hou je van haar. Fantastisch. En je bent echt een geboren kindervriend. Ze klimmen allemaal over je heen. En Toon en Corrie, ik wens iedereen zulke schoonouders toe. Corrie is voor mij bijzonder, omdat ze altijd het positieve in de mensen naar voren probeert te halen en dat ook over wil brengen op die personen.